Voor mij gaat het over democratie. Wat is democratisch? En persoonlijk stel ik me daar een aantal vragen bij, omdat ik vind, als iedereen mag meedoen aan de wedstrijd en daar wint iemand en je sluit die uit na de wedstrijd, ja, dan heb ik daar een probleem mee. En denk ik dat dat geen goede zaak is voor de democratie. Als je mensen toelaat om mee een wedstrijd te spelen, dat men ze achteraf niet kan disqualificeren. Die spelregels moeten van in het begin duidelijk zijn. Iedereen mag voor mij meedoen als ze maar een aantal spelregels respecteren. En dat is niet racistisch zijn, niemand uitsluiten. Een aantal normen en waarden dragen die dat ingebed zijn in onze maatschappij. En dan mag iedereen voor mij aan de verkiezingen deelnemen. Van het moment dat zij daar niet aan voldoen, ja, dan gaan zij zichzelf uitsluiten. Ja. Maar niet de spelregels veranderen nadat de wedstrijd gespeeld is. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.